En zoals de allerwijsten onder jullie niet zo heel erg wijs zijn gebleken, zo vond ik ook dat de slechtheid van de mens toch kleiner was dan de roep die van haar uitging. In de praktijk gedragen jullie als pessimisten. Als mensen bedoel ik die door een voorgevoel van ondergang worden geleid en daarop ten aanzien van andermans welzijn, ja zelfs ten aanzien van het eigen welzijn, onverschillig en inert worden. Zolang de grond maar niet onder onze voeten wegzakt. En als die grond wel wegzakt, dan om het even. Zo leven jullie een ironisch bestaan. Tegenwoordig haat men het rijk worden. Ze willen ook helemaal geen tijdperk van volwassen, rijpe, harmonieuze persoonlijkheden, maar een tijdperk van gemeenschappelijke en zo nuttig mogelijke arbeid. En dat wil alleen maar zeggen dat de mensen naar de eisen van deze tijd gedresseerd moeten worden om zo snel mogelijk de handen uit de mouwen te kunnen steken. Ze moeten in de fabriek van het algemeen nut werken voordat ze rijp zijn, om ook nooit rijk te worden. Want dat is een luxe die te veel mankracht aan de arbeidsmarkt zou onttrekken. Sommige vogels worden blind gemaakt om ze mooi te laten zingen. Nou weet ik niet of de mensen van tegenwoordig mooier zingen dan die van vroeger, maar ik zie wel dat ze vroeg blind gemaakt worden. En het middel, het laaghartige middel dat men toepast om ze blind te maken, dat is te plotseling, te fel, te sterk, wisselend, licht. We hebben geen beschaving. Maar erger nog, wij zijn te zeer bedorven om te leven. Om het eenvoudige en goede te horen en te zien. Om het dichtstbijzijnde en natuurlijke geluk te krijgen. We hebben nog niet eens het fundament voor het goed. Omdat wij er niet van overtuigd zijn dat we in staat zijn om waarachtig te leven. We zijn bijna automatisch verdeeld in een innerlijk en een uiterlijk. We zijn verbrokkeld en ineengevallen. Met begrippen bezaaid als met drakentanden produceren we draken van begrippen. En bovendien lijden we aan een woordmaling, omdat we niet op onze eigen ervaringen vertrouwen zolang er geen woorden gehoord zijn. Als dode en toch spookachtig levende woorden- en begrippenfabriek heb ik eventueel nog het recht om van mijzelf te leren: ik denk omdat ik ben, maar zeker niet ik ben omdat ik denk. Ik ben verzekerd van het lege zijn en niet van het volle groene leven. Ervaring bevestigt mij hooguit dat ik een denkend wezen ben, maar niet een levend wezen. Schenk mij eerst het leven, dan zal ik daaruit een cultuur scheppen. Dat roept een ieder van onze eerste generatie. En hieraan zullen wij elkaar herkennen. En wie zal dit leven schenken? Geen God, geen mens, maar de eigen jeugd. Bevrijd de jeugd uit haar ketenen en het leven is bevrijd. We moeten de jeugd aan het woord laten en haar onbewuste opstandigheid voorlichten met heldere begrippen. Om het bewustzijn opstandig te maken. In het kort, zolang er mensen bestaan, heeft de mens zich te weinig verheugd. En dat alleen is onze erfzaam. En leren we ons beter te verheugen, dan verleren wij ook het best andere pijn te doen, de pijnlijke dingen uit te denken.
een ideaal aan ons voor. Een wonderlijk, verleidelijk, gevarenrijk ideaal. Dat wij niemand zouden willen aanpraten. En wel omdat wij niemand zo vlot ver het recht op dat ideaal kunnen kennen. En dat ideaal is het ideaal van een geest die naïef, dat wil zeggen ongewild en uit een overvloed aan volheid en macht, zit te spelen met alles, zit te spelen met alles wat tot nu toe heilig, goed, onaantastbaar, goddelijk genoemd. Een geest voor wie het hoogste, waaraan het volk op begrijpelijke wijze zijn waarde toestreedt, ongeveer zoiets zou betekenen als gevaar, verval, vernedering, of op zijn minst ontspanning, blindheid, tijdelijk vergeten van jezelf. Een ideaal van een menselijk, overmenselijk welzijn en welbehagen dat maar al te vaak de indruk van iets onmenselijks zal wekken. Bijvoorbeeld wanneer het zich terzijde van de complete aardse ernst van de Hutu, terzijde van alle plechtigheid in gebaar, woord, klank, blik, moraal, opgave van de Hutu opstelt als baarlijke parodie tegen Willem Dank. Waarmee in weerwil van dat alles wellicht voor het eerst de grote ernst inzet. De vraag die naar uitstek voor het eerst wordt gezet. Het lot van de ziel een wending neemt. De wijze voorwaarts springt. De tragedie begint. De Grieken leren op den duur de chaos te organiseren door in navolging van de leer van Delphi tot bezinning te komen, dat wil zeggen zich van hun werkelijke behoeften bewust te worden en de schijnbehoeften te laten afstellen. En laat het voor ieder van ons een voorbeeld zijn. Ieder van ons moet de chaos in zichzelf organiseren door zich van zijn werkelijke behoeften bewust te worden. Onze eerlijkheid, onze sterke en oprechte karakter moet zich er eens tegen gaan verzetten dat er altijd wordt nagepraat, afgekeken en nageaapt. Dan zullen we begrijpen dat cultuur ook iets anders kan zijn dan decoratie van het leven. Wat in feite toch altijd neerkomt op vermomming en vervalsing, want elk sieraad verhult wat het siert. En ook al zal deze eerlijkheid de nu toe zo gewaardeerde beschaafdheid soms ernstig aantasten, ook al kan zij een decoratieve cultuur volledig ten val brengen. Hoeft u maar niet steeds te luisteren naar die te pas en te onpas geroepen hyperbool en hyperbool. Wereld, wereld, wereld. Terwijl iedereen het toch eerlijkheidshalve alleen maar moet hebben over mensen, mensen, mensen. En wat jullie wereld hebben genoemd, dat moet eerst nog geschapen worden door jullie. Jullie verstand, jullie beeld, jullie liefde moet het zelf worden. Geest is het leven wat zich in het leven snijdt. Door eigen pijn vermeerdert het eigen weten. Wisten jullie dat al? Het ergste evenwel zijn de kleine gedachten. Voorwaar liever nog kwaad gedaan dan klein gedacht. Willen bevrijd, willen bevrijd, willen bevrijd. Zo luidt de ware leer van wil en vrijheid. En die leert u Zarathustra. Doch bedelaars moet men geheel afschaffen. Voorwaar, men ergert zich als men hen iets geeft en men ergert zich als men hen iets niet geeft. Laten we niet denken dat er naast onze zieke werkelijkheid geen andere mogelijkheid is.